Als je bezig bent met het menselijk lichaam, dan begint het eigenlijk met de fysiologie. Hoe zit een lichaam in elkaar en hoe doet het de dingen die het doet? We houden ons bezig eigenlijk met wat de invloed is van warmte en kou op het menselijk presteren. Zowel fysiek, van hoeveel zwaarder wordt het om iets te doen als het warm is of als het koud is. Of ook cognitief, van hoe goed kun je nog beslissingen maken? Kun je iets aan de kleding veranderen? Kun je ervoor zorgen dat de kleding die vaak te maken heeft met een veiligheidsaspect, kun je zorgen dat die iets luchtiger is, zodat de warmte sneller kwijt kan? Als dat niet kan, dan kun je altijd nog aan koelvesten denken. En dat is een van de zaken waar we onderzoek naar doen. Koelvesten moeten niet te koud zijn, want dan ervaar je het ook weer als heel koud. En aan de andere kant moeten ze het ook lang genoeg kunnen doen. Ze moeten lang genoeg iemand kunnen afkoelen, dat je het effect ervan gedurende een inzet merkt. Als we even kijken naar die beroepen waar het om gaat, dan kun je denken aan in de bouw, in de zorg, bij politie, bij brandweer en ook bij defensie. Alleen in het gebruik ervan, hoe iemand het gebruikt en wat daar de randvoorwaarden aan zijn, daar zit de echte puzzel. Nou, en hier heb je dan twee voorbeelden. Dus als je dan voor contactkoeling gaat met een face change material zoals deze, dan heb je hier een versie die 21 graden koeling geeft en deze geeft 15 graden koeling. En voor de meeste mensen is volgens mij 15 graden is al behoorlijk fris. Die koeling die is ook, duurt dan minder lang, maar die kan voor een specifieke inzet kan die wel de juiste oplossing zijn. Ik denk dat het grootste gat tussen praktijk en theorie zit hem er vaak in dat in de theorie je heel erg complex bezig kunt zijn, terwijl in de praktijk vaak simpele oplossingen nodig zijn. En de vertaling over welk onderdeel van fundamentele kennis simpel genoeg is om in de praktijk te werken, dat is de kunst. Bij defensiepersoneel heb je dat heel veel kleding heel erg afsluitend werkt en dat de duur waarin zo'n koelvest kan werken niet lang genoeg is om een hele tijd af te koelen. Dan ga je naar een andere manier toe moeten gaan van het koelen. En dat is bijvoorbeeld met een geventileerd vest. Dat is een hele andere tak van sport. We hebben het nog steeds over hetzelfde koelen en toch is het een hele andere oplossing. Ik vind dat werk bij TNO vind ik zo interessant omdat het eigenlijk telkens weer iets nieuws is. Op het ene moment ben je bezig met de kou en die klant die geeft dan aan van ja, maar in een andere omstandigheid hebben we ook een warmteprobleem. Nou, dan kunnen we dezelfde fundamentele kennis, de warmtehuishouding van de mens, die kunnen we vervolgens ook daar toespitsen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je snel verder kunt en niet te veel geld of niet te veel tijd kwijt bent geraakt aan dat ene idee waarvan jij dacht dat het een hele goede oplossing was. Je hebt niet altijd gelijk, maar juist door die keren dat je dus geen gelijk hebt, als je dat kunt opnemen en dat daar ook van kunt leren, daarmee kun je de volgende keer verder komen. Ik ben wel een specialist. Ik ben bezig in een niche. De niche gaat over de warmtehuishouding van de mens. Maar om dat toe te passen, zul je toch een zeker generalisme moeten kennen. Je zult jezelf breder moeten openstellen om te kunnen begrijpen hoe jouw kennis goed past in een praktisch probleem. Om dit werk te doen, moet je eigenlijk best breed georiënteerd zijn. Je moet zaken weten over natuurkunde. Hoe werkt het eigenlijk? Warmtestromen door het lichaam. En aan de andere kant moet je ook de goede grenzen kennen. Je moet weten wat nou eigenlijk de limieten zijn van een lichaam. En daar komt fysiologie heel erg bij kijken. Ik denk het doorzettingsvermogen is echt ontzettend belangrijk. Want het gaat nooit allemaal van een leien dakje. En die 20.000 keer dat het niet goed lukt, die zijn eigenlijk onbelangrijk. Het gaat om die ene keer dat het wel lukt. Toen ik studeerde, wist ik eigenlijk nog niet dat ik dit zo leuk vond. Ik heb wel stages gelopen bij fysiologieafdelingen. Dat was allemaal prima. Maar pas toen ik echt mijn PhD ging doen, toen leerde ik pas echt hoe gaaf dit onderwerp is. En bij TNO leer ik echt hoe je de theorie naar de praktijk kunt brengen. Mijn adviezen zijn, als je nu nog niet weet waar precies je passie ligt, maak je er dan niet te druk over. In je werk leer je dat vast wel kennen. En dat hoeft niet per se je eerste baan te zijn. Dat kan ook je tweede baan. Dit is voor mij mijn derde baan en ik ben helemaal verliefd op mijn werk.